En als je deze beelden zo ziet, is het een mooi vak om profvoetballer te zijn. Trainer Filip Cocu hoopte dat het Nederlands elftal afgelopen week zou winnen van Letland. Want dan zouden de spelers met een goed gevoel terugkeren naar Eindhoven. En zijn gebed werd verhoord. Ja, gelukkig wel. Goede overwinning. Nou, dat speelt toch mee, denk ik, hoe spelers terugkomen. Buiten dat hier een goede sfeer hangt en dat gevoel bij PSV goed is, is toch altijd belangrijk als je terugkomt van Interland. Dat je er een goed gevoel aan hebt overgehouden. Maar dat was ook te merken aan de spelers. Dus we hebben een paar dagen goed kunnen trainen. En dat deed Filip Cocu met een vrijwel volledige groep, want op Oscar Hiljemark na is iedereen fris en fruitig en dus inzetbaar voor de uitwedstrijd zondag tegen FC Groningen. Ja, dat is een lastige uitwedstrijd. Het is een stugge ploeg. Ze hebben wat minder resultaten gehaald thuis, maar normaal gesproken zijn ze in eigen huis behoorlijk sterk. Dus de kunst is voor ons om ons eigen spel een goed resultaat weg te gaan halen. En dat krijg je in geen enkele uitwedstrijd makkelijk voor elkaar. Daar moet je alles aan doen, maar dat hebben we de laatste tijd kunnen ervaren. En we gaan er ook steeds beter mee om. We moeten zorgen dat we dat tegen Groningen weer doen. Ja, want je laat blijken dat je wedstrijden die je vorig jaar verloor, die win je nu. Omdat je gewoon gegroeid bent, omdat alles beter is. Ja, het is allemaal, denk ik, beter, volwassener. Beseffen beter waar het om draait. Zijn ook voorbereid op elke tegenstander die extra gemotiveerd is om voor PSV te winnen. En de omgang met de druk is ook beter geworden. Op het moment dat er een keer tegenslag is, dan reageren we als team denk ik goed de wedstrijd die daarop op volgt. Maar het is wel belangrijk dat we het volgende blok de lijn doorzetten die we nu hebben ingezet. En het is altijd een lastige uitwedstrijd, dat zei Cocu al, uit tegen FC Groningen. De Noorderlingen dagen PSV een beetje uit door te stellen dat ze thuis dit seizoen nog niet verloren hebben. Maar statistieken die zijn er ook weer om te veranderen. Dus wij moeten gewoon van eigen kracht uitgaan. Maar zullen wel een hele goede teamprestatie neer moeten zetten. Willen we een overwinning kunnen behalen. Dat weten we. Maar het is ook niet onmogelijk. Dus we zullen er alles aan doen.